Men neemt een zak meel, een bak met water, dat meng je door elkaar. Doe een klein beetje boter doorheen en een beetje zout. En als einde nog een zakje met schimmel, oftewel gist. En wat krijg je dan? Na een tijdje bakken, een brood. Dan zijn er mensen en bedrijven die echt tot 3, 4 euro voor een brood durven te vragen. Maar niet zo bij de euroshoppen. Bij de euroshoppen heb je brood voor 65 cent. Nou vind ik dat nog steeds een beetje duur. En daarom heb ik altijd een zak met stickers bij me. Als je hierop plakt, dan plotseling kosten ze nog maar 40 cent. Maar 40 cent voor een heel brood. En dat is precies hetzelfde brood dat je ook voor 2 euro koopt. Waarom zou je het dan doen? Misschien heb je geld te veel. Nou, wat kan je er allemaal op smeren dan? Nou, bijvoorbeeld het middenstuk, het zachte gedeelte van de camembert. En, ach, wat heb ik hier nog meer liggen? Groenten. En uitjes. En nou, ik heb nog een stukje kipburger over. En, ah, kijk, hier ligt ook nog. Mayonaise. Oh, wacht. En toch bezig zijn. Nog ketchup. Lekker ketchup. Ja. En klaar is de euroshoppenburger. Die zijn lekker. Slokje euroshoppen koffie. Ja. En mijn ochtend is weer perfect. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer ongekende mogelijkheden. Zoals een broodje tomaat. Ook lekker fris. Een tosti met ei en spek. Ja. Een boterham met pindakaas. Een boterham met chocoladepasta. Een tosti met kaas en tomaat. Een boterham met pindakaas en chocoladepasta. Een tosti met ei, spek, kaas, tomaat en mayonaise. En een boterham met pindakaas en chocoladepasta. En een boterham met chocoladepasta en pindakaas. Broodje smalt. Nou. Op. Ik zou zeggen. Euroshoppen brood, lekker brood. Heb je weer wat geleerd? Tot de volgende keer. Is de vulling. Ik ben blij dat ik niet een hele fles in heb gegooid. Ik krijg het te warm aan en ben blij. Ja? Brood. Dat was weer een topper van de euro-shopper met de euro-shop. Ik dus ben bout en beleg. Dat was echt geen flopper van de euro-shopper, want de euro is nog lang niet dood. Of zoiets.